RTL 4 heeft besloten om het programma Joling en de Buitenlanders definitief niet uit te zenden. Gerard Joling heeft maar liefst een jaar lang opnames gehad, maar die peperdure tripjes waren allemaal voor niets. De realityserie waarin de entertainer andere culturen leert kennen gaat volgens zenderbaas Peter van der Vorst veel te ver. Johan Derksen is verbijsterd. Dat vind ik onbegrijpelijk. Ze weten dat als ze Joling erop zetten. Joling heeft altijd geroepen, de buitenlanders worden de baas in Nederland en we hebben dadelijk meer moskeeën dan kerken. Dan weet je al hoe hij in zo'n programma stapt, zegt hij in zijn programma Vandaag een site. Het is buigen voor woke, vindt Johan. Gerard is een jaar op pad geweest met filmopnames, hij is naar Suriname geweest en daar heeft hij allerlei figuren geïnterviewd, en nu hebben mevrouw Simons en de woke-gemeenschap er vragen over gesteld en trekt RTL zijn keutel in en gooit gewoon het geld weg. Dat RTL nu net doet alsof ze het zelf ook te ver vinden gaan, vindt Johan erg slap. Ik vind dat als je Joling erop zet, dan moet je niet verbaasd zijn wat eruit komt. Joling, als hij poppiopaje teksten heeft, dan verkoopt hij eigenlijk het evangelie wat de doorsnee Nederlander ook vindt. Dat mag ook best gehoord worden. Hij vervolgt, die talkshow dames die er altijd zitten, zitten de woke gemeenschap altijd te vertegenwoordigen. Die zijn overal tegen en niets kan meer, maar laat dat andere geluid ook gewoon horen, weet je wel. Ze mogen van mij alles laten horen en dan kun je erover discussiëren, maar van tevoren verbieden vind ik niet bij Nederland passen. Tafelgast Özkan Akyol onthult dat hij gevraagd is voor de tv-show. Ik ben ook gevraagd. Hij wilde met mij 5 dagen naar Turkije en ze hebben ook al echt afleveringen opgenomen, zeiden ze. Met Steven Brunswijk was hij in Suriname en met meneer Polska naar Polen. Hij heeft geweigerd. Als je zegt, Gerard Joling en de buitenlanders, ja, mijn ouders zijn buitenlanders, maar ik voel mezelf Deventernaar, Nederlander. Dan loop je met Gerard Joling door Turkije. Ik weet niet of je dat moet willen. Dat is ook een beetje gek. Het is wel een beetje een gek programma.